truck unloading for cash in hand. Don't ask questions when there's nothing in the bank. Gotta feed the kids and put the diesel in the tank. Bacon, egg and sausage, double chips and beans, tea and bread and butter and a day on the machines. Christmas coming with a final delay. Want ze hebben helemaal geen proef uit om weg te sturen. Foto's maken van een vrije baas. Bart, dat jullie niet zullen. Dat ik het keer. Maar hij heeft twee baas van. Ik ben tevreden, ja. Het is één dag. Ja, leuk.
ze even voorlezen. Hallo, ik ben de holding. Hier staat meneer Peter Lindenberg verantwoordelijk voor arbeidsvoering. Daarnaast meneer Jean Bolmer voor communicatie. Ik zal u voorstellen aan deze mensen. Dit zijn vrachtwagenchauffeurs die over het algemeen aan het werk zijn voor u om uw spullen naar de winkels te brengen. Wij hebben vandaag op 4 locaties bij jullie chauffeurs geïnformeerd en ze gevraagd om een petitie te ondertekenen die wij zo meteen aan jullie gaan overhandigen. Dat zijn er 1000 geworden. Dus jullie hebben een hele hoop vrachtbewegingen per dag, hebben wij gemerkt. Dit wat deze mensen per uur verdienen. Wat zouden ze waard zijn? Ik reden u niet af op het laatste dubbel. Wat zouden we waard zijn? Wat zouden ze waard zijn? Wat zouden ze waard zijn? Wat gaan wij zo naar de auto? Gaan we het anders formuleren? Hoeveel zijn ze waard per uur? Heel veel. Ja, heel veel. Zijn zij ook zoveel waard dat zij 3% loonsverhoging verdienen? Dat is een kwestie. Loon is ontzettend belangrijk. De tweede zin is heel goed, maar er zijn heel veel andere dingen. Arbeidsomstandigheden, de manier waarop we elkaar omgaan, de rijtijden, allerlei zaken die over de loon aanspreken. Maar heel complex, moet alleen maar voor de loon. Wat zijn we waard? Wat zijn we waard? Wat zijn we waard? Die wat zijn we waard? Die wat zijn we waard? Even dat u een belangrijke speler bent in de winkeldistributie. Dat u een grote machtspositie heeft. U bent een hele belangrijke speler in de winkeldistributie. En u vindt deze mensen een hele hoop waard. Dan moet u ook in staat zijn om de bedrijven die voor Ahold werken te kunnen overtuigen dat deze mensen die 3% verdienen. Daar hebben wij een petitie voor opgesteld. Hans heeft ze bij zich. Het zijn de 1000 geworden, denken wij. En wij stellen voor dat u ze even één voor één voorleest. Heb je die even? Ja. Tweede Pinksterdag zijn we bij nummer 35 van de transportvoorraden. Albert Heijn, graag bereid is om de transporteurs op te dragen. Een fatsoenlijke loonsverhoging aan medewerkers te betalen. Als je heel veel waard vindt, heeft u al gedaan. En om TLM op te roepen om die loonsverhoging ook toe te kennen. Is het zo, heb ik ook begrepen, dat u in de contracten afspreekt dat de transporteurs de loonsverhoging mogen doorberekenen in uw prijzen? We hebben daar afspraak al over, dat er rekening gehouden wordt met de loon. Ja.
Dus de transporteurs kunnen dat doorberekenen. Het zal altijd 100% zo werken. Daarvoor kennen die contracten natuurlijk niet genoeg. Maar het is wel zo dat er rekening mee gehouden. Misschien anders zeggen, het lijkt mij raar als wij hiervan geen melding maken aan PLN. Dus dat gaan we doen. Dan denk ik dat wij voor dit moment ons doel bereikt hebben, maar ik kan mij voorstellen dat u zelf ook nog wat wilt vertellen. Nou, dan hou ik mezelf ook even vast. Nou, allereerst heb ik uitdrukkelijk gezegd aan jullie allemaal welkom dat jullie hier bij Adelt en Albert Heijn. Jullie hebben een lange dag achter de rug en veel respect voor wat jullie elkaar doen hier ook in dit verband. Wij hebben altijd veel waardering voor allen die zorgen dat wij onze bedrijfsvoering steeds maar weer kunnen doen. En met name hebben wij heel veel respect. De mensen die mij kennen weten dat ook voor al die chauffeurs die iedere dag maar weer nacht en ontij klaarstaan om de sukkel te zorgen dat onze spullen in onze winkel zijn, zodat onze klanten zeg maar datgene kunnen verkrijgen wat ze graag willen verkrijgen. Dus allereerst even hartelijk dank daarvoor. Dat gezegd hebbende wil ik nog wel kwijt dat wij het belangrijk vinden, in het belang van jullie, in het belang van iedereen, dat we natuurlijk toch snel weer op een fatsoenlijke manier met elkaar gesproken worden en dat we voor iedereen een goede CAO hebben. Hierbij, collega's. Maar ik wilde afronden met jullie allemaal een veilige thuisreis te wensen. En een goed lang weekend. En als jullie toch Albert Heijn in de buurt hebben, loop even langs voor die barbecue. Dankjewel.